Het is fijn om hier weer te zijn. Voor de tweede keer. De keer heb ik mijn gezin meegenomen. Om samen hier de Heer te dienen. Het is zo belangrijk om te zien dat wij instrumenten zijn in de handen van God. Het is goed om een instrument te zijn in de handen van de Heer. Het is zo belangrijk dat we dat beseffen. Dat God door ons heen werkt. Ook vanavond. Door in ieder van ons. Eén door aanbidding, de andere door een bemoedigend woord. De volgende die zingt. En zelfs degene die achter de knoppen zit om het geluid te regelen. Het zijn allemaal instrumenten. Ik heb een tijd nagedacht en gebeden over de boodschap van vanavond. Met de Heer erover bezig geweest. Van Heer, wat heeft deze gemeente en de mensen die komen nodig? We gaan het vandaag hebben over profetie. Ik wil er dieper op ingaan. De tweede keer had ik het over de profeet Elia. Nu wil ik ingaan op profetie zelf. Wat is het? En wat wil God daarmee? We gaan eerst naar de Bijbelgedeeltes toe. Rut en Tabitha. Naar voren, mijn twee dochters. Welke Bijbelgedeeltes zullen lezen? Er zijn er een aantal. We gaan eerst naar 2 Koningen 5. Naar 2 Koningen 5, vers 9 tot 11. Zo kwam de Aman met zijn paarden en met zijn wagen. En hij bleef voor de deur van het huis van Elise staan. Toen stuurde Elise een bode naar hem toe om te zeggen: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. Maar de Aman werd erg kwaad en ging weg en zei: zie, ik zei bij mezelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen. Voor mij gestaan, de naam van de Heere, zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en hem weer laten wegnemen. Koningen 6, vers 8 tot 18. De Syriërs met blindheid geslagen. De koning van Syrië voor de oorlog tegen Israël pleegde overleg met zijn dienaren en zei: mijn legerkamp moet op die plaats zijn. Maar de man God stuurde boven van naar de koning van Israël om te zeggen: wees uw behoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de man God zette. En waarbij deze hem had gewaarschuwd. Zodat men daarop op hun hoede was. Het gebeurde niet één of twee maal. Toen werd de koning van Syrië innerlijk verbogen over deze zaak. Hij riep zijn dienaar aan en zei tegen hem: kunt u mij niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël is? En zei een van zijn dienaren: zei nee, meneer koning. Maar Elisa, de profeet die in Israël is, maakt de koning van Israël de woorden bekend die in een slaapkamer spreekt. Hij zei toen: ga hem weg en kijk wie er is, zodat ik er bode kan uitsturen en hem kan laten halen. Hij werd erop verteld: zie, hij is een doodhand. Toen stuurde hij de paarden en strijdwagens heen. Een groot leger, die kwamen s'nachts en omzingelde naar de stad. De dienaar van de man God stond heel vroeg op en ging naar buiten. En zie, er liggen paarden en strijdwagens omringd de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: och mijn heer, wat moeten we doen? Hij zei: wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn er meer dan die bij hen zijn. En Elise bad en zei: Heere, open nog zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur om Elise. Toen de Syriërs naar hem af hadden, bad Elise tot de Heere en zei: slaat dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hem met blindheid. Overeenkomstig het woord van Elise. Dan gaan we nu naar Handelingen 5, vers 31 tot 34. 15 bedoel ik. En toen ze die gelezen hadden, verblijden ze zich over de bemoediging. Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, bemoedigden de broeders met veel woorden en sterkte hen. En nadat zij daar een tijd gebleven waren, lieten de broeders naar het vrede teruggaan naar de apostelen. Maar het dacht Silas er goed te blijven. En dan gaan we nu naar 1 Korinthe 14, vers 1 tot 4. Profetie en talen. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarna dat u mag profiteren. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot God.
niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt de geheimenissen. Wie echter profiteert, spreekt tot mensen, woorden voor opbouw en vermaning en troost. Wie een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Maar wie profiteert, bouwt de gemeente op. Goed zo. Vandaag heeft de boodschap eigenlijk de titel Profetie, de gave van profetie en de taak van de profeet is belangrijk. En dan moeten we even oppassen dat we ons niet op de persoon gaan richten. Want het gaat niet om de profeet zelf, het gaat niet om de persoon die de profetische gave heeft. Het gaat om wat God door de profeet heen doet. Dat moeten we goed in zicht houden. Want het is een taak, het is een gave die God gegeven heeft om jou te bemoedigen. Om je toe te spreken. Om een relatie met jou te hebben. Om met je om te gaan, te bemoedigen. Om je kracht te geven. Profetie wil God inzetten ter opbouw van zijn gemeente. Ter opbouw van zijn gemeente. In het algemeen, maar ook van de plaatselijke gemeente. Hij wil tot jou spreken. Streef naar de geestelijke gaven, maar vooral dat je mag profeteren. God acht de profetische gaven enorm belangrijk. En ik mis het vaak in gemeentes. Ik mis het vaak dat mensen profeteren. Soms is het moeilijk om ervoor uit te stappen. Omdat als je de gaven bezit, om ermee aan de slag te gaan. We moeten zo oppassen met die gaven, denken we dan. Want stel je voor dat ik het verkeerd doe. Stel je nou voor dat ik toch de woorden niet spreek die God wil dat ik gesproken zou hebben. Dat kleine plantje wat dan moet opgroeien tot de profetische gave of tot de profeet, die wordt dan klein gehouden. Soms door de persoon zelf, soms door anderen. We hebben vaak gezien dat als er iets verkeerd ging, of als er iemand niet lekker in zijn vel zat, de profetische gave niet zo lekker liep zoals het zou moeten, dat meteen het plantje 2 centimeter boven de grond werd afgeschoren. Want dat kon niet. Maar we leren allemaal. We leren juist door fouten te maken. We leren juist door te gaan, te oefenen, te heroverwegen, ging dit wel of ging dit niet goed, en terug te gaan naar de Heer. Vragen om opnieuw te beginnen, vragen om nieuwe kracht en vragen om door te gaan. Want God acht de profetische gaven belangrijk. Streef vooral naar het profeteren. Hij wil jou opbouwen. Hij gebruikt die gaven om de liefde tot je te verklaren. Om je toe te spreken. Profetie is daar zo belangrijk voor. Waarom? Zou God dan niet rechtstreeks tot mij kunnen spreken? Want dat is vaak wat ik hoor. Ja, God praat wel rechtstreeks met me. En dat is waar. Absoluut waar. Het is belangrijk dat je een relatie met God hebt waarin God rechtstreeks tot jou spreekt. Dat is heel belangrijk. Maar waarom dan die profetische gave? Dan zou je kunnen zeggen, nou, de profetische gave heeft afgedaan. God spreekt nu rechtstreeks tot mij. Dus daar hoef ik niet meer naar te luisteren. Maar kan God werkelijk jou dingen vertellen? Als we dan even naar zijn maandenden kijken. Naar zijn maandenaspect. Kan God dan werkelijk tot jou doordringen? Kan God dan werkelijk rechtstreeks tot je spreken? Dat is nog maar de vraag. Want degene die de gave van profetie heeft, of de bediening van profeet zijn, heeft geen last van al die ruis. Het is het mooiste als je een gave van profetie treft op de persoon die geen kennis van jou heeft. Die hier gewoon staat, een vreemde van je is en niets van je weet. Dat is eigenlijk het mooiste. Want hij staat helemaal vrij om jou de woorden over te brengen die God werkelijk tot je wil spreken. Zonder dat jij er een uitleg aan kan geven om het toch nog wat te verzachten. Dat doen we vaak in het vermanende. Als God rechtstreeks vermanend tot je spreekt, of tot mij sprak, dan had ik altijd wel een maar. Dan beroep ik me altijd wel op de liefde. Ja, maar Heer, ik heb het niet zo bedoeld. Of ja, maar Heer,
U bent toch liefdevol? Daar heeft de profeet geen last van. Die zal dat niet tegen je vertellen. Die geeft de woorden van God door. Profetie gebruikt God om je te troosten. Om je te bemoedigen. Als je verdriet hebt, om die woorden te laten klinken. Die jou de kracht weer geven om door te gaan. Die je helpt vast te houden aan hetgene waar je voor staat of waar je voor gelooft. Want we leven niet altijd bij het kabbelende beetje. We leven niet altijd op de weg van welvaart. We leven niet altijd op die weg waar het allemaal voorspoedig is. Ik heb zo vaak de Heer horen zeggen, en ook de profeet die naast me stond, welkom in de woestijn. Nee Heer, wij willen nou net niet zijn. En naarmate God tot je spreekt en je verder soms de toekomst uitlegt, vat je de moed. En dan lijkt het allemaal wat beter te gaan. En dan kom je de volgende keer bij de profeet aan. En toen kreeg ik het woord mee, al ga ik door een dal van balsemstruiken, dan nog zal ik het maken tot een oord van bronnen. Die balsemstruiken, die wil ik niet graag hoor. Echt niet. In Israël, waar de Bijbel duidt, zijn er planten met hele scherpe doornen. Daar snij je aan. Dan moet ik door zo'n dal heen. Heer, ik ben net een beetje opgekrabbeld. Heer, ik ben net een beetje op gang gekomen. Ik heb de moed weer gevat. Ik zat eerst in de woestijn. Toen dacht ik een oase gevonden te hebben. En nu moet ik door dat dal van balsemstruiken. Heer, waarom? Bij mij kwam het neer op heiliging. Om al dat oude los te kunnen laten. En dat gebeurde in de woestijn. Toen ontdekte ik later dat de grootste bronnen in de woestijn lagen. Alleen het probleem is, je moest aanboren. Ze zijn niet altijd zichtbaar. Dus op een gegeven moment begon ik te begrijpen dat als ik door de dal heen ga en God me op weg maakt, of bracht op die weg door het dal heen, al wandelen met de Heer aan zijn hand, want daar leer je achter hem aan te lopen in plaats van voor hem uit. Aan zijn hand te lopen, kwam ik erachter, wauw, daar is een waterput. Wauw, daar ligt een woord van opbouw. Wauw, wat ben ik veranderd. Want die kijkt pas later achterom. En soms is die gave van profetie, de bediening van de profeet, zo belangrijk. Die jou onderweg bijpraat in die woestijntijd. Soms ook in de tijd van welvaart. Want vaak luisteren we sneller naar de Heer in de woestijntijd dan in de tijd van welvaart. Dan is het zo belangrijk dat die gave van profetie jou de weg kan wijzen. Jou kan vertellen, daar moet het naartoe. Of daar wil ik met jou naartoe. En dan hopen we vaak, Heer, dat het een machtig woord is over de toekomst. Ik ging vaak naar de profeet met een idee van, Heer, daar zal het wel over gaan. Niet dus. Een enkele keer. Zo dacht Naaman ook. Hij ging naar Elisa. Zijn genezing op te halen. En dan zegt hij. Ik dacht wel dat hij zelf naar buiten zou komen. Dat God zou aanroepen. Hand over mijn wonden zou strijken. En dat ik zou genezen. Weet je wat het probleem met de profetische gave is? Het gaat vaak tegen de stroom in. Het gaat vaak anders dan dat je denkt. Meestal komen er andere woorden naar jou toe dan dat je in eerste instantie verwacht. Niet altijd. Die ervaring heb ik ook. Soms ging God rechtstreeks op het doel waar ik voor kwam. Maar vaak ging God juist tegen de stroom in. Je maakt vaak zelf een beeld van Heer, ik zit diep in de problemen. Noem maar een voorbeeld. Ik heb nu echt een woord van u nodig, Heer. Ik heb nu echt dat woord nodig wat mij nu overeind gaat zetten. Wat de kracht gaat geven om door te gaan. En daar ga je helemaal vanuit. En dan kom je bij die persoon die de woorden van God tot jou brengt. En dan gaat het compleet anders. Heer, dat had ik eigenlijk niet nodig. Achteraf moet je dan wel bekennen dat het wel zo was. Maar in eerste instantie roep je, Heer, dat had ik nou niet nodig. Naaman riep ook,
Dat ga ik niet doen in die rivier. Kom nou, ik ga me niet 7 keer onderdompelen. Ik had dit en dat verwacht. Maar dat laat nou juist het mooie van profetie zien. De profeet is onafhankelijk. De gave van profetie is onafhankelijk. Die geeft jou de woorden door die jij nodig hebt. Aan de andere kant is de gave van profetie bedoeld om je terzijde te staan. Daniël stond de koning terzijde. Kun je lezen in Daniël 11 vers 1. Hij stond hem terzijde als steun en toeverlaat. Elise ook. Het is nog wat moois. De koning van Syrië wil een aanval plegen. De koning van Israël maakt er een heel plan voor in zijn bed. Maar hij slaapt in zijn slaapkamer. En vervolgens stuurt Elise een bode naar de koning. En vertelt hem vervolgens even wat de koning van Syrië van plan is. En dat gebeurt niet 1 of 2 maal. Het gebeurt een aantal malen. Profeet Elisa stond de koning terzijde. Dus profetie heeft God ook bedoeld om jou te waarschuwen voor de vijand. Om jou te waarschuwen voor wat gaat komen. Om je te waarschuwen, pas op, dit komt er op jouw pad. Is het dan soms helemaal letterlijk uitgewerkt? Nee. Vaak zijn het grote lijnen waarin God aangeeft dat er moeilijke tijden komen. En op het moment dat het er is, zul je het herkennen. Profetie is niet altijd helemaal stipt uitgewerkt door de Heer. Soms wel. Maar meestal zijn het grote lijnen en rode lijnen in je leven waarin je je kunt vasthouden. Heer, dit is uw belofte, daar hou ik me aan vast. En ondertussen kan God je waarschuwen voor die vijand. Want meneer met de kleine S zit niet stil. Zeker niet degene die weten een profetisch woord te waarderen. Dan zit hij zeker niet stil. Want dat is het laatste wat hij wil. Dat God rechtstreeks tot jou spreekt. Rechtstreeks aankondigt. De koning van Syrië komt eraan. Wees op je hoede. Ga vooral niet dat en dat doen. Daar moet je natuurlijk ook naar willen luisteren. Want heel vaak, als we wat vermanende woorden krijgen, of waarschuwende woorden, willen we het eigenlijk niet horen. Heer, komt een moeilijke tijd aan. Hè? Daar hou ik niet zo van. Ik wil niet horen die tijd. Wat me verteld is als christen, als jij tot de Heer komt, dan gaat het beginnen. Dan zijn al je problemen over. Onze broeder Hans kan erover mee praten. Alle problemen zijn over. Niet dus. Ze beginnen pas. En als God dan ook nog tegen je gaat vertellen, joh, de koning van Syrië komt eraan. Die is daar neergestreken. De vijand is daar neergestreken. Kom daar vooral niet in de buurt. En dat zijn vooral vaak de plekken waar je zwak bent. Kom daar nou vooral niet in de buurt. Want dan loop je gevaar. Maar vaak gebruiken wij de profetie, de gave van profetie, als laatste hulp bij ongelukken. Als het niet meer gaat, Heer, ik weet het nu echt niet meer, Heer. Ik heb alles geprobeerd, Vader. Ik heb alles gedaan wat ik moest doen. Ja, laat ik dan nu toch maar naar die profeet gaan. Laat ik dan toch maar gaan horen wat God tegen me wil vertellen. Want ja, ik hoor het niet meer, hoor. Ik heb geen communicatie meer. Het is allemaal eigenlijk verblind geraakt. En ik moet toegeven, ik deed het ook, hoor. Ik moet eerlijk toegeven, pas als ik het echt zelf niet meer wist. En soms moest mijn vrouw me dan nog aan mijn jasje trekken. Hoor, nou eens rustig, ga nou eens even zitten. Want, ga nou eens luisteren naar de Heer. En waarom? Elisa staat er met de knecht. Het leger van Syrië komt eraan. Die knecht die schrikt zich een hoedje. Nee, maar het hele leger komt af op Elisa. En dan zegt Elisa, open toch zijn ogen. En dat hij ziet. Profetie heeft als taak om jou de ogen te openen. De gave van profetie heeft als taak jou de ogen te openen. Zodat jij ziet wat er werkelijk aan de hand is. En vaak krijgen we dan opeens een heel ander beeld op de situatie.
Ik heb in een centrum gewerkt, ik zal de naam niet noemen. Daar hebben we behoorlijke moeilijke tijden gehad. Omdat ik daar met mijn gezin voor de waarheid wilde staan en enkele waren die dat niet wilden. En dan gaat God je bijpraten over de situatie. Nou, de schelden vielen van mijn ogen. Is dat er werkelijk aan de hand, Heer? Ik had het nog niet gezien. Ik had een idee, nou, het ligt daar. Maar het lag compleet in een andere hoek. Daar is de gave van profetie ook voor bedoeld. Om jou de ogen te openen. Toen zag die knecht wat er aan de hand was. Een hele hoop engelen. Compleet leeg. Oh, moeten we nou nog bang zijn dan? Had hij zo gedacht dat zijn ogen niet geopend waren? In dit geval niet. Uiteindelijk is dat natuurlijk wel de bedoeling dat we zo denken. Van Heer, u bent bij me. Met alles waar ik ook heen ga. Maar het is zo fijn dat de gave van profetie er is. Om jou daarbij te helpen. Om dat inzicht te geven. Die raad te ontvangen. Die wijsheid van God. Hé, die situatie is anders dan ik dacht. Ik moet hier compleet anders mee omgaan. En ik moet zo handelen. Dan kom ik er doorheen. Want de enige weg uit, zeg ik wel eens, is er dwars doorheen. Vaak willen we dat niet. Dan gaan we naar de profeet toe, of de profetische gave toe, want ik wil de persoon niet als belangrijk neerstellen. Ik wil God belangrijk houden. En dan hopen we dat God de omweg verkondigt. Om de berg heen. De makkelijke weg. Heer, u doet even dit voor me. Of u zorgt even dat deze broeder uit de weg gaat. Of deze zuster opzij gaat. Of de ouderling. Die dan toch iedere keer weer naar me toe komt. Hij heeft ze wel gelijk hoor. Maar toch, Heer, het zou toch makkelijker zijn. Als hij even opzij zou gaan. Dat zal God niet doen. Je gaat er dwars doorheen. En vele keer hebben we het erover gehad. Over Lilia aan de berg. Je kan beter de berg overgaan dan erop klimmen. Want dan proberen we omheen te lopen. Dus het is zo belangrijk dat je God de kans geeft om jouw zicht te geven op de waarheid. Die waarheid is zo belangrijk. Toen ik in aanraking kwam met de gaven van profetie, heeft het mij ook een aantal jaren geduurd voordat ik daar terecht kwam. En toen moest ik ook erkennen dat ik de profetie die ik een maand na mijn bekering kreeg ook echt klopte. Vond ik geweldig om te horen. Na 15 jaar, want ik was pas 15 jaar later dat ik een profeet opzocht. En hoe meer je dan in aanraking komt met die woorden, en hoe meer je gaat zien dat het bewaarheid wordt, dat het waarheid wordt. Want soms duurt het 15 jaar, soms duurt het een maand, soms duurt het 20 jaar. Maar dat die woorden bewaarheid worden. En dan durf je te gaan vertrouwen op die woorden. Dat valt soms ook niet mee. Heer, ik heb een prachtige toekomst. En dan kijk je om je heen. Maar ik zie er helemaal niks van. Ik was er ook zo heen. Oh Heer, prachtig. Ik ben nu op die boerderij aan mijn land. Ik kan er helemaal mijn ding kwijt. En dan moet ik gaan vechten. Nou ja, gaan vechten wil ik het niet noemen. Maar dan moet ik moeite doen om er te komen. En dan ben ik daar, loop ik daar zo'n 3 jaar. En dan mag ik vertrekken. En dan kijk ik achterom en denk ik, Heer, ik was hier gekomen. Om juist datgene te doen wat u me beloofd had. En dan ga ik toch die woestijn mee. En dan komen de woorden van God weer. Bemoedigt hij je weer. Vertroost hij je weer. Waarop hij zegt, hou dan vast. Want ik heb het je beloofd. En niemand kan een profetie tegenhouden. Behalve jijzelf. Dus als we God alleen gebruiken voor de laatste hulp bij ongelukken, en de profeet of profetie gaan raadplegen als laatste hulp bij ongelukken, dan hebben we een hoop troep achter ons op te ruimen. Want we hadden al inzicht kunnen krijgen in de waarheid, als we meteen begonnen waren met God te raadplegen. Al was het dan maar in gebed, en als je er in gebed met de Heer niet uitkomt, of God in je stille tijd toch niet tot je spreekt over deze dingen, dan is het raadzaam. Om naar de gave van profetie toe te gaan. En de persoon op te zoeken waarvan jij weet dat hij die van God heeft gekregen.
Want profetie bereidt je voor op die moeilijke tijden die er soms echt zijn. Heiliging vinden we allemaal niet leuk. O Heer, had ik ervoor gekozen om weg te gaan van die boerderij? Had ik ervoor gekozen om eruit geschopt te worden? Nee. Ga je de weg van de woestijn in. Je komt compleet stil te staan. Heer, ik had bijna gezegd, hier heeft u mijn bediening, want ik doe niks meer. Gelukkig heb ik dat niet gedaan, maar ik had het bijna wel gedaan. Heer, u heeft alles van me weggenomen, zo praat je dan tegen God. Het is niet zo, maar zo praat je tegen God. Dan neem dit dan het laatste stukje dan ook maar. Goed, je doet dat niet, want het verlangen ligt toch in je hart. Maar, wat doe je ermee? Agabus, de profeet, komt naar Paulus. Verhaal vind je in Handelingen. Die bindt zichzelf en laat zien dat Paulus een enorme moeilijke weg te wachten staat. Oeps. Wil jij diegene tegenkomen, die profeet? Heb je daar al eens over nagedacht? Wil je die tegenkomen? Ben je bereid om die profeet op te zoeken? Wie weet, kom je hem vanavond tegen? Zou kunnen. Durf ik niet te zeggen, zou kunnen. Ik hoop het niet voor je, maar woorden van God spreken heb ik niet in de hand, helaas. Dat houdt in dat als God je voorbereidt op moeilijke tijden, neem het serieus. Bereid je dan ook voor. Want Paulus koos ervoor om toch naar Jeruzalem te gaan. Hij had ook kunnen zeggen, Heer, toen hij die woorden van Agabus had gekregen, daar begin ik niet aan. Heer, dat is een brug te ver. Dat doe ik niet. En zelfs degenen die om hem heen waren, zeiden ook eigenlijk van, ik zou het niet doen hoor. Toch koos hij ervoor te gaan. Uiteindelijk heeft hij een machtig ding gedaan. Dat is zo mooi. Dus, daarom is de gave van profetie zo belangrijk. Maar, ja, daar komt wel wat bij kijken. Want wat ook belangrijk is, is, en dat hoor je niet vaak, althans ik niet, profetie die je te toetsen. Anders raak je beschadigd. Ook de woorden die ik straks, of wie dan ook, over jou uitspreekt, dien je te toetsen. Lees het in je hart. En als er iets is waar je niet meteen in herkent, ga naar de Heer. Ga erover bidden. Breng het bij Hem. Want je kunt nieuwe dingen op je weg krijgen waar je nog geen weet van hebt. En soms kunnen er dingen zijn in de profetie waar je denkt, ja, hier kan ik echt niks mee. Dat kan. Een profeet is ook maar een mens. Ons profeteren is onvolkomen, zegt de Bijbel. Ook mijn woorden, die de Heer tot mij en door mij heen spreekt, zul je moeten toetsen. Waarom? Maar laten we even twee dingen uit elkaar houden. Ik heb vaak mensen, zodra ze een profetie kregen die dan niet helemaal klopte, werd meteen degene die het uitgesproken had als valse profeet aangemerkt. Daar moeten we niet meer zijn. Want die jongen, of die meneer, of die mevrouw, die zat ernaast. Maar is dat waar? Kun je dat zomaar zeggen? Kun je zomaar zeggen, dit is een valse profeet? Nee. Een valse profeet is iemand die jou moedwillig kwaad wil berokkenen. Die jou moedwillig wil manipuleren door de gave van profetie. Daarom is het soms ook belangrijk dat een voorganger daar zich niet altijd mee bezig gaat. Want je zou het gevoel kunnen krijgen, ja, maar hij probeert me een bepaalde hoek in te sturen waar ik niet heen wil. Dat is ook de moeilijkheid van voorgangers. Want als ze een woord krijgen van God, en die spreken ze uit, ze hebben heel veel kennis van zaken. Ze kennen de persoon, ze weten met wie ze omgaan. Dus er kunnen in een profetie wel eens minder betrouwbare woorden zitten. Laat ik het zo zeggen. Die moet je eruit filteren. Maar de betrouwbare woorden moet je overhouden. Dat betekent niet dat er een valse profeet naast je staat. Nee, dat betekent gewoon dat diegene daar ook nog staat te leren. Dat plantje is ook nog steeds aan het groeien. Tot volkomenheid. Alhoewel, ons profeteren blijft onvolkomen. Dus daar heeft de profeet enigszins een probleem. Maar, dat is zo belangrijk.
Want meneer met de kleine S, Satan, die wil graag dat door die minder betrouwbare woorden, dat jij het idee gaat krijgen, die gaven van profetie en die profeten, die ga ik niet meer opzoeken. Die probeert als het ware een zwarte wolk over jou heen te leggen, om maar te zorgen dat jij niet in contact komt met die rechtstreekse woorden van de Heer. Want hij weet dat als God rechtstreeks spreekt, er machtige dingen veranderen en gebeuren. En daarom probeert hij juist daar je aan te vallen. Hij probeert juist daar, als die woorden minder betrouwbaar zijn geweest en je niet goed hebt kunnen toetsen en je bijvoorbeeld woorden hebt gehad over de toekomst die nooit zijn uitgekomen, dat kan. Ik heb ook een paar van de woorden die bij mij nog steeds op de boekenplank liggen, waarvan ik denk van nou Heer, het zou kunnen, het zou ook niet kunnen, we zullen zien wat u gaat doen. Maar verlies nooit de kwaliteit van profetie uit het gezicht. Toetsen. En leg de dingen die je niet zeker weet op die geestelijke broekenbank. Zoals ik het wel eens zeg, laat ze liggen totdat God het met jou vanzelf weer terughaalt. En je toont wat hij ermee bedoeld heeft. Want vaak leggen wij de woorden van profetie anders uit dan wat God ze bedoeld heeft. Het voorbeeld dat ik, dat toen ik het woord kreeg, dat ik brood God zou uitdelen, manna God, dat het een bediening voor me zou zijn. Toen zei iedereen die mij voor het eerst kende, jij wordt evangelist. En in eerste instantie dacht ik dat ook, want die woorden zou ik daar zo in kunnen leggen. Daar ben ik een tijdje overheen gegaan, totdat God mij naar de profetische gaven begon toe te leiden. De profetie klopte dan precies. Alleen het zag er compleet anders uit dan dat ik dacht. Dus het is belangrijk om open naar profetie te blijven kijken. Je krijgt een profetie, je vormt je een beeld ervan. Maar je hebt ook geestelijke beeld te vormen. Heer, wat bedoelt u er werkelijk mee? In welke situatie gaat u dit uitwerken? Dat is zo belangrijk. En dan zul je op een gegeven moment zien dat als je daar open voor staat, dat God je helemaal kan sturen. Exact naar die plek toe waar hij je hebben wil. En dan kijk je achterom en dan denk je, Heer, die woorden kloppen precies. Ze vallen precies in dit plaatje. En vaak heb ik achteraf moeten zeggen, het plaatje wat ik had, was niet helemaal correct. Het was toch niet helemaal zoals ik gedacht had. Want waarom moeten we zo oppassen om profetie niet meteen aan de kant te zetten? Is dat we allemaal moeten streven naar die profetische gaven. Streven naar is je uitstrekken na, is het beoefenen, is het ja, gewoon gaan doen. En dan denken we vaak bij profetie, oh Heer, dan gaat u letterlijk mij de woorden vertellen en één voor één geef ik die woorden door. Nee. Ik heb vaak mensen bij me gehad, waarmee we profetisch bezig waren. Die zeiden, ja maar ik hoor helemaal niet wat God mij wil dat ik doorgeef. Ik hoor die woorden helemaal niet in mijn gedachten die ik doorgegeven. Nee, dat hoor je ook niet. Want God wil dat jij een kanaal bent van Hem. De Heer zei wel eens tegen mij, en dat heeft hij ook wel eens tegen mijn kinderen gezegd, open je mond en ik zal hem vullen. Oeps. Daar heeft degene met de gaven van profetie toch wel een probleem. En dat zag ik in eerste instantie ook echt als een probleem. Heer, ik open mijn mond. En nu? En nu? Er komt niks, Heer. Totdat ik begon te beseffen dat profetie als het ware een taal spreken is. Het is de taal van God spreken. En op het moment dat je dat knopje pakt en dat om kan zetten, dan kan God die machtig gebruiken in de gaven van profetie. Dus geef die broeder en zuster de kans om zich te ontwikkelen, om te streven na. Toets die profetie. Ook straks de woorden die je via mij krijgt, toetsen. Alsjeblieft, doe het. Want ook ik ben onvolkomen. Daarbij moet ik wel zeggen dat, al zouden er minder betrouwbare woorden tussen zitten, ze komen nog steeds uit een hart van een kind van God. Hou daar rekening mee. Want ik heb al eens een profeet naast me gehad en die begon me bepaalde dingen te vertellen. Toen dacht ik, ja, dat kan iedereen me vertellen. Als ik een encyclopedie op zoek, dan weet ik het ook. Maar
achteraf later moest ik erkennen, Heer, u had daar toch wel iets mee te vertellen. Ook al had ik dat op dat moment niet door. Dus ga er goed mee om. Breng het bij de Heer. Breng het in je binnenkamer. Haal eruit wat God tot je wil zeggen. Kom je er niet uit, leg het even weg. En laat God je er vanzelf naar terugbrengen. Want dat doet hij namelijk. Want opeens ben jij in een situatie, dan schieten die woorden door je hoofd. En dan pak je hem. En dat is juist zo mooi. Streven naar is zo ontwikkelen. Laat dus nooit meneer met de kleine S de kans krijgen om die zwarte wolk om je heen te zetten. Ook al zou je misschien de valse profeet wel tegengekomen kunnen zijn. Want die zijn er ook, hè? Ik zeg niet dat ze er niet zijn. Want ze zijn er. Er zijn mensen die worden door Satan moedwillig op jouw pad gestuurd. Om jou te vertellen waar het naartoe gaat. En dat lijkt een prachtige boodschap. Echt waar. Die zijn vaak nog mooier dan alle profetieën die ik ooit gekregen had. Oh, helemaal geweldig. Ik kan een puntje bij paal zien? Nee, nooit. Nooit. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt je terugtrekken en zeggen, Heer, het hoeft voor mij niet meer. Laat die profetie dan maar lekker gaan. Of je kunt twee dingen doen. Ik verwerk dit en ik ga halen wat God wel voor mij heeft. En dat is zo belangrijk. Want mijn profetie is ook onvoorkomen. En dat heb ik al een paar keer ervaren. Maar ik heb gelukkig van God de kans gekregen om door te gaan. En naarmate God in mij kon werken. En naarmate God mij kon ontwikkelen. Ging het steeds beter. En dat is juist zo mooi. Dat is met iedere gave zo. Je bent in de leerschool van Jezus. En naar mijn mening blijven we dat de hele eeuwigheid. Want ik kan me niet voorstellen dat ik zo meteen boven kom. Of met z'n allen zo meteen boven komt. Dat ik onder een boom ga liggen. Een paar lekkere druifjes erbij. Een babbeltje hier en een babbeltje daar. En zoals ik dat voor de grap tegen mijn kinderen zeg, dan kun je touwtjes springen met de slang, want die doet toch lekker niks. Maar waar het om gaat is. Waar het om gaat is. We zijn niet geroepen om in de hemel te gaan stilzitten. We zullen daar nog steeds leren. En dat maakt het zo mooi. Ja, soms moet je kinderen met heel iets eenvoudigs. Iets tonen van de hemel. Als schijntje, als grapje. Dat maakt ze enthousiast, echt waar. Kunnen ze over meepraten. We doen wel eens gekke dingen, hè? Ja. Dus, ja, ik ga het hier wel laten, want anders dan gaan we bij het kort komen zometeen. Maar, hou die gaven in eer. Ik ben er met mijn profetische toeschussingsschool vaste grond begonnen. Juist om te proberen die gaven terug te krijgen in de gemeente. Juist om te proberen om die profeet die een boterham met pindakaas eet, om het zo te zeggen, die eenvoudig is, die slimme, die ja, maar staat af te vragen, Heer, wat wilt u nou dat ik doen ga? Om die te kunnen bemoedigen. Om die vast te kunnen pakken en te kunnen zeggen, kom op, we gaan jouw gaven versterken. En we gaan kijken wat God door jou heen gaat doen. Dat is zo belangrijk. Het zou juist zo mooi zijn als iedereen die gaven van profetie zou hebben en daarna zou streven. Dan zou de gemeente machtig opbouwen, echt waar. Iedereen zou iedereen waarschuwen en iedereen zou iedereen bemoedigen. En dat is ook de bedoeling van de Heer. Aan de andere kant, wat we niet moeten vergeten, ook de gaven van onderscheiding dient actief te zijn. Want alleen de gaven van profetie is niet genoeg. We hebben de gaven van onderscheiding hebben we daar absoluut bij nodig. Daardoor halen we juist die valse profeet eruit. En het laatste wat ik daarover zeg, wijs een valse profeet niet meteen af. Want misschien kun je hem winnen voor de Heer. Dat is zo belangrijk. Laten we bidden. Heer, ik breng de boodschap terug, Heer, naar u. Wilt u de stille naprediker gaan zijn? En vooral, Heer, wilt u mij zometeen en mijn gezin gebruiken als instrument in uw handen? Heer, dat niet ik mee zal tellen, niet mijn gedachten zullen meetellen, niet mijn woorden zullen meetellen. Maar dat uw woorden, Heer, door de gave profetie gesproken zullen worden. Rechtstreeks van uw troon, Heer. Rechtstreeks van uw troon. Daar zijn we op uit, Heer. Het is zo belangrijk, Heer, om van u te vernemen. Het is zo'n geweldige gave, de gave van profetie. Het is zo machtig om zo bemoedigd, vertroost en soms ook vermaand te worden. Want Heer, het heeft mij opgebouwd.
En het heeft me verder gebracht dan dat ik ooit dacht dat ik zou komen. En zo mag het voor al die anderen hier ook zijn, Heer. Spreek vanavond tot uw kinderen, Heer. Zodat u ze mee kunt geven wat u op dit moment tot ze wil zeggen. In Jezus' naam. Amen.